echt lookalikes in die zin dat ze zich verkleed hebben. Daar zijn ze hier niet in Brabant. Wel een andere paté bioscoop heb ik begrepen, elders in het land. Maar ik heb wel een lookalike naast me staan. Dat is Bas van Woerkum. Bas, jij lijkt toch wel een beetje op Ron Wiemel, of niet? Ja, dat hoor ik al, heb ik al vaker gehoord hier. Ja, normaal hoor je het niet zo vaak, maar als je op een Harry Potter marathon staat, dan dezelfde kleur haar, lang haar, dan krijg je het wel te horen. Ja. Heb je die haardracht ook bewust zo gedaan? Nee, dat had ik al van tevoren. Ja. En toevallig. Ja. Waarom ben je naar deze marathon gekomen? Ik heb eigenlijk alle Harry Potter delen gekeken. Alleen, er zit steeds zo'n grote tijd tussen. En ik vond het wel leuk, gewoon meer dan 24 uur achter elkaar, alle films. Kijken hoe ze ouder worden en zo, het verhaal vordert. Ja. En nu eindigt de cyclus, hè, vanavond met de vertoning van het allerlaatste deel. Ja. Doet je dat pijn? Ja, ik vind het wel jammer, maar het is een heel lange filmreeks geweest. Maar er moet ooit een einde aan komen. Ja. En ik hoop dat die mooi is. Ja. En ga je het wel volhouden tot vannacht? Ik hoop het. Ja. Oké, veel plezier. Ja, dankjewel. Ja, en Bas hoopte dus vol te houden samen met 370 andere fanatici die dus vannacht moet ik zeggen, om 5 over 12 zullen gaan kijken naar het allerlaatste deel van de Harry Potter cyclus.